Dit is een algemene legging. Voor wie het nodig heeft. Ik heb op dit moment nog een kortingsactie. Dus als je een persoonlijke reading wilt aanvragen met een korting. Dan kan dat via mijn website. Ik zet de gegevens in de beschrijving onder de video. Een solo circus act. En tot leven komen. Dus een lang vastgehouden droom komt tot leven. We hebben een nieuw begin hier. Opnieuw beginnen. Alles krijgt kleur. Iets gaat beginnen. En we hebben de solo circus act. Dus onafhankelijk zijn. En je kunt alles bereiken wat je wilt. Je kunt alles krijgen, alles bereiken wat je wilt. Geduld. Dus je hebt al veel geduld gehad om je dromen waarheid te zien worden. Maar we krijgen hier de ridder van Kelken. Dus de liefde. Iemand die zijn of haar liefde komt aanbieden aan jou, die naar jou toe komt. En zegt, hier heb je mijn liefde. Wil je die accepteren? De Pentacles 3. De Bekers 2. Je soulmate. De soulmate kaart. En de staven 6. De aas van zwaarden. Staven 2. Staven 10. En de zwaarde 5. Oké. Nou, we hadden al even gezien dat er een periode van wachten is geweest. Hè? Misschien ook wel een periode van onrust in je leven. En je hebt lang moeten wachten. Tot het eindelijk zo ver is. Nou, die tijd die is er nu. Dus nu komt de tijd om te genieten, om succes te hebben, het succes te vieren. Een nieuw begin is hier met jouw soulmate. Samenwerken, samen bouwen aan die toekomst. Het is een hele lange weg geweest, zie ik. Er is heel veel gebeurd tussen jullie. Maar jullie zijn elkaar nooit uit het oog verloren. En ik zie dat het nu de tijd is om samen te komen. Dus twee soulmates die elkaar vinden en eindelijk in die relatie komen samen. Die band tussen jullie die is heel sterk. En ik denk ook dat het je heel veel kracht heeft gekost om zo lang te wachten. Dus die tijd die voorbij is gegaan, die kostte je heel veel. Heeft heel veel pijn en verdriet ook gebracht voor jou. Stress ook. Ik zie de vraag, is er wel iemand voor mij of blijf ik voor altijd alleen? Nou, je blijft dus echt niet alleen.
Ja, dit is iemand die eigenlijk vrede kon brengen, zo lijkt het, na een periode van onvrede, onrust. En die rust die is zo hard nodig voor jou. En ook het eindelijk krijgen van die droom, van die wens die je hebt. Die je altijd hebt vastgehouden, die je nooit hebt losgelaten. Jouw soulmate die kiest, die ervoor gaat staan, die met jou verder wil. Met jou wil trouwen, de Pentacles 3. Met jou die verbintenis aangaan en voor altijd samen blijven. En dit is iemand die het niet echt gewend is om gevoelens te tonen of om gevoelens te hebben. Ik denk dat het iemand is die daarboven staat, zeg maar. Die ook denkt dat het goed is om geen gevoelens te hebben of denkt dat het beter is of dat het zwak is om gevoelens te hebben of om te tonen. Maar in jouw geval zijn er zeker gevoelens, hele sterke gevoelens, en die kunnen niet meer verborgen blijven. En ook die toekomst, hè, die, wat we net zagen, die lang vastgehouden droom die tot leven komt, dat is voor jouw soulmate dus precies hetzelfde. Het is een lang vastgehouden droom. Om met jou samen te zijn, samen te komen in een relatie, in een connectie. Een nieuw begin voor jullie. Dit is een vaste relatie, een lange termijn relatie. Een hele fijne relatie, stabiel, eerlijk, heel eerlijk en ontzettend veel vuur en passie zien we hier. En het is een hele succesvolle relatie, hè? Het begin is heel vurig en plotseling, explosief misschien. Het kan zijn dat er op dit moment geen contact is tussen jullie, maar dat contact dat staat op het punt om terug te keren. Jouw soulmate heeft jou in het oog gehouden en staat op het punt om contact op te nemen. Jij bent die ware liefde, net zo goed als dat jouw soulmate dat voor jou is. Er ligt heel veel geluk in de liefde. Die band tussen jullie, die connectie die er is tussen jullie, die komt helemaal naar boven. Die komt tot uiting. Die wordt de waarheid, eerlijk zeggen. Keuzes worden gemaakt. Het leven zonder jou stelt niks voor jouw soulmate. Jouw soulmate wil bij jou zijn, wil met jou samen zijn, wil alles met jou delen en wil niet meer zonder jou verder.
Dus een super mooie legging. Ik ga nog even verder met deze legging in de verlenging. Ik kijk wat meer naar die andere personen, dus naar jouw soulmate. Gevoelens, gedachten, wat gaat er gebeuren en wat gaat hiermee gebeuren met deze connectie. Het ziet er heel erg mooi uit, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik zet de link naar de verlenging in de beschrijving onder de video. Dus misschien zie ik je daar en zo niet ook helemaal goed. En dan zie ik je de volgende keer weer. Oké, dag.